There's an army of squatters in this country, you know, living that ideal, man, living that way of life, living that bit of freedom, and we have to show, you know, we have to show, that's all we can do. And you know, it's like Shelley says, man, we are many, they are few, you know, and if they come with guns and knives and bricks, you know, let them see the humility of their shame, man. If they hurt us, then all we can do is show what we think. Stand up for our rights. Because at the moment, they're still our rights, yeah? And they're taking them away from us. Forte rzeczy niżu, budynki finansjery, indeksy giełdowe. Patrzę te chwile, co ramy jak pole. Wysokie biurowce zasiedlą bezdomni. Umarłe idee nie powstaną. System już upadł w naszej świadomości. Kogo już nie ma na horyzoncie. Znajdź drodzko się od tego, co nas przytłacza. Chronienie przed tym, co nas zniszczy. Bo wciąż tkwi w nas nadzieja. Zasiane ziarno buntu rośnie w górę wyzwolenia. Nasz nienamacalny świat poza ich ofertą. W naszych umysłach, w naszych marzeniach. Poza kontrolą, nie do zniszczenia. Poza kontrolą, nie do zniszczenia. Poza kontrolą, nie do zniszczenia. Wij huurders, wat hebben wij gemeen met krakers? Nou, als eerste, we willen een dak boven ons hoofd. Dat is logisch. Ongeacht wat je verdient, wat je rang is, wat je afkomst is. Nou, en wat hebben we nog meer gemeen? Dat recht wordt ons steeds meer ontnomen, dat woonrecht. Want je hebt huizensmelkers, je hebt projectontwikkelaars, je hebt speculanten en ander vastgoedtuig. En die zijn al eeuwenlang ons, ja, aan het pesten. Nou, gelukkig kwamen we van 100 jaar geleden. Kwamen we een soort van woningwet. En dat betekent dus fatsoenlijke woningen voor een betaalbare prijs. Nou, goed dat er ook nog eens woningcorporaties kwamen, die met bevlogen idealen en zonder winstoogmerk deze woningen voor het volk massaal zijn gaan bouwen. Maar ja, nothing lasts forever. De zelfstandige woningcorporaties hebben zich de laatste 20 jaar aangesloten bij het vastgoedtuig met hun geldhonger. De corporaties, ooit met gemeenschapsgeld opgericht, hebben een gezamenlijk vermogen van bijna 30 miljard euro. En ze bouwen voor zichzelf dure kantoren, ze sponsoren dure congressen, ze maken reclame op tv, ze komen in glossy magazines en verteren hun directeuren met tonnen aan jaarsalarissen en wel miljoenen aan allerlei, weet ik veel, ontslagsvergoedingsregelingen en gouden handdrukken en noem het maar op. Nou, en als dat al niet genoeg is, denken er steeds meer corporaties na om uit te treden uit het sociale huisvestingsbestel. De coöperatie goes corporate. De verkwanseling van en het verraad van gemeenschappelijk woonbezit is nou compleet, helaas. Maar goed, even terug naar de huurders, naar de bewoners. Wat gebeurt er met de huurders? Onder de mond van stadsvernieuwing en van wijkdifferentiatie moeten steeds meer sociale woningen in sloopwijken plaatsmaken voor minder en duurdere woningen. Steeds meer huurders moeten op zoek naar minder en duurdere sociale woningen elders. Gevolg, grotere woningnood. En ook leegstand van een toenemend aantal woningen gedurende een sloopproject. Nou, wat kunnen we doen tegen dit gemeenschappelijk onrecht? Huurders, ga in je wijk de strijd aan tegen de corporaties voor het behoud van je eigen buurt. Organiseer de bewoners, informeer de bewoners. Het eisen van uitvoering van achterstallig onderhoud of een kleine renovatie is meestal meer dan genoeg om de wijk te behouden. En krakers, ga gewoon vooral door met het onverantwoord leegstaande huizen kraken. Kraak in de sloopwijken door te lang leegstaande woningen om woonruimte terug te claimen en om een duidelijk signaal af te geven dat genoeg is. Stop de afbraak van sociale huisvesting. Stop het anti-kraakverbod. Dank u wel. Als je dobra życia uważany za normę, bo jest własnością większości. Przemierzamy setki mil uskowych swoją. Jestem szczurem, który odmawia udziału w wyścigu. Rita Hato! Wejka von Rijke! Rita Hato! Ja! Wejka von Rijke! Allemaal! Rita Hato! Ja! Ideeën, begrijp je wel! Rita Hato!
czego ja w następnym wcieleniu zrobię to tu i teraz, bo nie mam pewności, że w nowym życiu zrobię to lepiej. En nou, we hebben hier met ruim 500 mensen gedemonstreerd tegen het kraakverbod wat eraan zit te komen. Het was een erg goede demonstratie, het weer speelde heel erg mee. Het is allemaal goed gegaan. We hopen dat we politieke krachten signaal hebben afgegeven dat met of zonder kraakverbod, kraak gaat toch door. We hebben laten we niks aan kraakverbod gelegen liggen. Omdat er heel veel panden leeg staan en er zijn nog steeds heel veel mensen die woning nodig hebben. En als zoveel mensen een woning nodig hebben, je laat gewoon een pand een tijd leeg staan. Dat is gewoon ongelooflijk asociaal. Je hebt plicht om ook naar je omgeving te kijken en ook te zorgen dat mensen kunnen wonen. Dus als het tijdje leeg staat, dan is het moreel gerechtvaardigd om gewoon het pand in te gaan en daar te gaan wonen. Dat is kraken. Mensen zullen blijven kraken. Mensen hebben altijd een woning nodig. Zolang de panden leeg zijn, zullen mensen erin trekken. En of het nou legaal of illegaal is, kraken gaat door. De andere landen is ook illegaal, dan kraken mensen ook nog steeds. Dus wat dat betreft maak ik me niet veel zorgen. Ik hoop alleen dat het op een vriendelijke manier kan gaan, dat het kraakverbod er niet komt. Maar dat is dan de politiek. Których celem jest spustoszenie, a z tobą nienawiść. Których myśli są drugawe, wszystkich hipermarketów zrobili kościoły, a multi korporacji świątynie duchowe nie odnowy. Którzy zbili nam czcze z ludzkiej arogancji i przybili nas włościami z pieczątek urzędowych. Wolność która jednym służy, a drugich zniewala. Odłącz się od zdalnego sterowania. Widzę, myślę, słyszę, czuję, krzyczę. Burt!